Fake it till you make it. Is het goed advies of is het iets wat je beter maar kan vermijden in je leven? Ik kreeg laatst deze vraag van iemand van: goh Pim, wat vind jij nou van het advies fake it till you make it? En daarom in deze video wil ik samen met jou erin duiken om te ontdekken van hey, wat is nou het beste wat je kan doen op basis van dat advies fake it till you make it. De reden dat het advies gegeven wordt, is omdat soms als je je succesvol gedraagt, dat het succes daardoor makkelijker in je leven komt. Soms als je maar doet alsof, als het ware, dan kan het ervoor zorgen dat je daardoor makkelijker de dingen aantrekt die je wil aantrekken. Omdat je je brein als het ware op die manier conditioneert dat die nieuwe realiteit al de realiteit is. Dus in dat opzicht is er best iets te zeggen voor de gedachte fake it till you make it. Als je jezelf er compleet van overtuigt dat jouw nieuwe realiteit in het hier en nu al waarheid is, dan kan het ervoor zorgen dat je het daardoor makkelijker maakt om die realiteit ook daadwerkelijk werkelijkheid te maken. Maar uiteraard, zoals je waarschijnlijk wel kan bedenken, kan het advies fake it till you make it ook voor obstakels zorgen. Voornamelijk als je naar de buitenwereld toe projecteert dat je al een bepaald leven hebt geleid of dat je al een bepaald succes hebt bereikt, terwijl het eigenlijk niet waar is, ja, dan kan je simpelweg gezien worden als een oplichter of een bedrieger. Dus in dat opzicht is het advies fake it till you make it, kan je juist enorm in de weg staan. Dus hoe kan je hier goed mee omgaan? In mijn ogen is het eerste wat handig is om te beseffen, is dat hoewel je jezelf best dingen kan vertellen en hoewel je jezelf best kan gedragen op een succesvollere manier, als je bijvoorbeeld zegt ik wil meer zelfvertrouwen hebben, dan is een van de meest effectieve dingen die je kan doen, is je gedragen alsof je meer zelfvertrouwen hebt. Rechterop gaan lopen, krachtiger spreken, zorgen dat je luid en duidelijk articuleert wanneer je spreekt. Zorg dat je de dingen doet die je nu misschien eng vindt, omdat als je meer zelfvertrouwen zou hebben, zou je die dingen wel doen. En op het moment dat je die dingen doet, dan krijg je meer zelfvertrouwen. Dus op die manier is het zeker een krachtige manier om jezelf als het ware te conditioneren om die realiteit werkelijkheid te maken. En aan de andere kant, als je zegt fake it till you make it en daardoor ga je jezelf anders voordoen en ga je letterlijk leugens verzinnen tegenover anderen, ja, dan ga je daarin te ver. En een interessant concept wat je eens over na zou kunnen denken, ik hoorde laatst een spreker, zijn naam is Owen Cook, hij maakt heel veel waanzinnig interessante video's ook over persoonlijke ontwikkeling en over mindset. En hij zei, weet je, in plaats van het concept fake it till you make it, wat nou als je in plaats daarvan zou zeggen act real until you remember? Dus gedraag je alsof het zo is, totdat je onthoudt dat dat inderdaad de waarheid is. Hè? Dus gedraag je zoals je echt bent. En hij gaf in die video aan, weet je, het is niet zo dat we op dit moment niet goed genoeg zijn. En dat we ons moeten gedragen alsof we goed genoeg zijn, net zolang tot we inderdaad goed genoeg zijn. Het is veel meer dat we in onze kern al goed genoeg zijn, alleen dat we dat soms vergeten zijn. Dat we soms door middel van conditionering, door middel van de programmering die we hebben meegekregen, als we op school altijd hebben gehoord, hey, stil, niet te veel opvallen, niet te druk zijn. Of als we altijd een aantal keer zijn afgewezen, waardoor we onszelf hebben verteld van, oh, ik ben blijkbaar geen liefde waard. Nou, dan op een gegeven moment vertellen we onszelf van, hey, blijkbaar ben ik niet goed genoeg. Blijkbaar mag ik er niet zijn. En dat is het moment dat we het idee hebben dat dit de waarheid is. Dus dan hebben we de overtuiging plotseling van, oh ja, maar ik ben ook niet goed genoeg. Dus ja, als ik me echt wil gedragen, als ik niet wil faken, ja, dan moet ik me gedragen alsof ik niet goed genoeg ben. Dan mag ik niet te luid spreken, dan moet ik niet te veel opvallen, dan moet ik mezelf een beetje klein houden. En dus op zo'n manier begin je te geloven alsof dit de waarheid is. En om authentiek te zijn, om echt te zijn, heb je het gevoel dat je dit moet vertonen. Dat je congruent moet zijn met die identiteit waarbij je niet goed genoeg bent. En wat nou als je zegt, weet je wat? Ik geloof dat ik diep van binnen ergens, hè, als baby, als je geboren bent, dan ben je niet geboren met limieten. Dan ben je niet geboren met de gedachte, ik ben niet goed genoeg of ik ben het niet waard. Dus wat nou als ik in mezelf graaf en die realiteit ergens naar boven haal dat ik diep van binnen wel goed genoeg ben. Dat ik er wel mag zijn. Dat ik wel een ontzettend waardevol persoon ben. En ik ga me gewoon gedragen alsof die realiteit al waar is.
Ik ga me gedragen net zolang alsof dit al de waarheid is. Totdat ik het op een gegeven moment ga onthouden. Want op het moment dat ik me ga gedragen alsof dit inderdaad waar is. Wat ik diep van binnen ook weet dat het waar is. Want dit is de werkelijke realiteit. En dit is slechts het faken. Dan vanzelf ga je het op een gegeven moment inderdaad onthouden. En dan stap je inderdaad weer in die meer zelfverzekerde versie van jezelf. En hoe krachtig is het om te beseffen dat de manier waarop je je tot nu toe hebt gedragen, dat iedere keer dat je jezelf klein houdt, iedere keer dat je niet gaat voor je dromen en doelen, iedere keer dat je niet voor jezelf opkomt, iedere keer dat je denkt dat je die liefde niet waard bent, iedere keer dat je gelooft dat je niet jouw carrière kan vertienvoudigen of jouw eigen bedrijf kan starten. Wat nou als iedere keer dat je die twijfelachtige gedachten hebt, wat nou als iedere keer dat dat gebeurt, dat je dan aan het faken bent? Dat je dan jezelf voor de gek aan het houden bent? Dat je dan aan het liegen bent? Hoe zou dat zijn? En wat voor motivatie zou dat creëren om inderdaad van die oude identiteit, waarvan je jezelf hebt voorgelogen dat het authentiek is, dat op het moment dat je dat begint los te laten en daadwerkelijk in je werkelijke zelf begint te stappen en begint te onthouden dat je diep van binnen meer dan goed genoeg bent en dat jouw potentie bijna ongelimiteerd is, dan wordt het zoveel makkelijker. En dan is het niet iets waar je aan het faken bent, dan is het juist veel echter dan je tot nu toe misschien hebt kunnen voorstellen en het is veel echter dan je tot nu toe hebt geleefd. Dus als je op zo'n manier hiermee omgaat, dan is het zo ongelooflijk veel krachtiger. Als laatste in deze video wil ik je nog wat praktische tips geven. En dat is waar we het eerder over hebben gehad. Je wil niet liegen in het resultaat wat je tot nu toe bereikt hebt. Je wil niet je anders voordoen dan je bent. Maar tegelijkertijd kan je wel kijken naar die gewenste identiteit. Kijken naar hetgene wat je wil doen en je vervolgens daarnaar gaan gedragen. Dus als ik een voorbeeld geef, hè, als spreker bijvoorbeeld. Stel je voor je zegt, ik wil graag een spreker worden. Nou, dan kun je zeggen, weet je wat, ik ga me voordoen als spreker en ik ga net doen alsof. En ik ga vertellen dat ik al honderden presentaties heb gegeven, terwijl het niet zo is. Of je kan gewoon zeggen, weet je wat, hoe gedraagt een spreker zich? Wat doet een spreker? Nou, die geeft 3 presentaties op een dag. Of laten we beginnen met 4, 5 presentaties in een week. Weet je wat? Ik ga doen wat er nodig is om die 4, 5 presentaties in een week te geven. Ik ga gewoon leven alsof ik het al bereikt heb. Al moet ik voor mijn kat en mijn hond en mijn plant spreken. Of voor een camera om op die manier mensen te bereiken. Maar ik zorg ervoor dat ik doe wat nodig is. Dat ik het doe net zolang tot die realiteit bevestigd is. En dat is hoe ik begonnen ben. 7, 8 jaar geleden had ik nog geen publiek. Had ik nog niet dat ik soms 4, 5 keer in de week voor presentaties gevraagd werd of soms elke dag training geef achter elkaar. Ik begon simpelweg met YouTube-video's maken. En ik ben dat op een gegeven moment zo vaak gaan doen dat op een gegeven moment die realiteit steeds meer bevestigd werd. Zie je wel, ik ben een spreker, want dit is wat ik doe. En op een gegeven moment begon dat in andere aspecten van mijn leven door te sijpelen, waardoor het meer in het echte leven als het ware ook terugkwam. Dus je kunt bijna altijd beginnen met je gedragen alsof je je doelen al bereikt hebt. Wat voor persoon zou jouw doelen bereiken? Wat voor persoon zou de dingen doen die jij graag wil doen? En dan vervolgens gewoon die dingen ook echt uitvoeren, die acties nemen. He, niet zozeer dat je zegt, nou, als mijn dromen en doelen bereikt zijn, dan ga ik lekker chillen op een eiland in Ibiza en dan doe ik helemaal niks meer. Dat kan, hè, als je daar op dit moment gelegenheid voor hebt, dat je zegt, van, nou, ik ga juist eventjes genieten. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat je zegt van oké, en wat heb ik gedaan om dat voor elkaar te krijgen? Wat voor discipline zou ik dan hebben? Want heel vaak hebben mensen het idee dat ze eerst een bepaald succes moeten ervaren en vervolgens zich pas naar dat succes gaan gedragen. Ja, dus bijvoorbeeld als ik het heb over video's, dan zou ik kunnen zeggen, nou, pas als ik 1 miljoen kijkers per video heb, dan pas ga ik echt mijn best doen en alles geven om de best mogelijke video te maken. Of ik zou kunnen zeggen, weet je wat, stel een video zou maar 10 views krijgen. Stel je voor, ik ben net mijn kanaal begonnen en niemand kijkt nog naar mijn video's. Maar weet je wat, ik geef er de moeite in. Ik doe het alsof mijn kanaal miljoenen keren bekeken wordt. En ik ga gewoon met die passie, met die liefde, ga ik doen wat ik wil doen. Dat is het moment dat de realiteit zich op een gegeven moment gaat aanpassen naar de manier waarop jij je gedraagt. Dus
Dat is het voor deze video. In plaats van fake it till you make it, het advies: act real until you remember. Bij deze, ik hoop dat je vandaag een fantastische dag hebt. En uiteraard zien we elkaar weer een andere keer. Ciao!